Wauw. Oh, dat was de laatste ruimtefilm van de serie. Komen er ooit ruimtewezens naar de aarde, opa? Oh, ik zou het niet weten. De ruimte is wel heel erg groot. Misschien bestaan ze wel echt. En zijn ze aardig? Oh, ik denk het wel. En ze willen vast alles over zebra's leren. Cool. Nou, zolang ze er nog niet zijn, gaan we lekker spelen, Elsie. Oh, heel goed, lievers. Veel plezier. Hé! Hey! Wauw! Zag je dat? Ja! Wauw! De ruimtewezens komen eraan. Ik ga opa halen. Opa, opa, kom snel. Ze komen eraan. Ik zag een ruimteschip. Weet je dat zeker, Zoe? Misschien was het wel gewoon een vliegtuig. Nee, het zag er niet uit als een vliegtuig. Kom nou, opa. Hij vloog die kant op. Wat zijn jullie nou aan het doen? Mam! Er vloog een groot ruimteschip met ruimtewezens erin. Nou, ik zie hem niet hoor, Zoe. We moeten hem gaan zoeken. Nu meteen. Ik wil vriendjes met ze worden. Misschien mogen we in een ruimteschip vliegen. Mag ik mee gaan zoeken, mam? Als Zoe's opa meegaat wel. Oké, mam. Veel plezier. Oh. Kom mee, dan maken we lekkere hapjes voor ze. Ik hoop maar dat die ruimtewezens trek hebben. Oh, vast, oma. Want ze komen van heel ver. Die hebben reuzenhonger. Oh! Wat is er nou, Zoe? Wat moet ik straks tegen ze zeggen? Zeg ik dag, meneer ruimtewezen? Of mevrouw, of... Oh, tja, ik denk dat wel netjes zou zijn. Hallo, ik ben Zoe. Welkom op aarde. En dan een buigetje erbij. Kijk zo. Huh? Oh. Prachtig. Heel goed. Zo wil iedereen graag begroet worden. Mooi. Kom mee, Elsie. We gaan opa mee vragen. Opa, we hebben de boterhammen. Ha, Zoe. Hier is je ruimtewezenspeurdoos. Een ruimtewezenspeurdoos? Fotocamera, een videocamera, verrekijker, een vergrootglas en een schrijfblok en potlood. Bedankt, opa. Kom, Elsie, ruimtewezens zoeken. Ja! Ja! Zouden ze misschien een beetje bang voor ons zijn? We moeten ze laten zien dat we vriendjes willen worden. Maar waar zijn ze dan? We moeten hun sporen zoeken, net als in de film. Oh, misschien heeft de ruimteschip ook sporen achtergelaten. Ik zie hier niks. Helemaal geen spoor. Tijd voor een plan. Probeer jij ze hiermee te filmen, Elsie. En opa, jij kijkt met deze verrekijker of ze ver weg zijn. Goed idee, Zoe. Dan maak ik foto's en aantekeningen. Kom mee, deze kant op. Wel stil zijn hoor, anders schrikken ze. Oh, wat was dat? Oh, kijk daar, Zoe. Ik zag die bosjes bewegen. Wauw, misschien zijn dat ze. Wat gaaf. Voor het eerst ontmoet een zebra een ruimtewezen. Oh. Oh. Misschien zijn er geen voetafdrukken, omdat ze boven de grond zweven. Dat zou pas cool zijn. Of ze zitten in de boom. Ze kunnen overal zijn. Huh? Misschien tussen de bloemen. Ik heb een keer een film gezien waarin ze dol waren op bloemen.
Of ze zijn van kleur veranderd. Dat deden ze in die film ook. Gekleurd in ruimte deel 4. Oh ja, die heb ik gezien. Ze hadden dezelfde kleur als de bloemen. Ik weet het nog. Ze vonden de geur zo lekker. Oh, dan zouden ze het hier heerlijk vinden. Gezoek. Ja, ik lust ook wel wat. Laten we hier picknicken. Misschien ruiken de ruimtewezens het eten en komen ze erbij zitten. Ja! Misschien zijn ze schuw, maar kunnen we ze horen? Oh nee, ik heb de camera bij de boom laten liggen. Kom gauw! Elsie! De camera draait nog. Misschien heb je ze gefilmd. Uh-oh. Hoorde je dat? Dat is een ruimteschip. Ruimteschip gehoord, niet gezien. Waar zouden ze heen zijn? Misschien zitten ze op de schommel. Of in de draaimolen. Kom mee, naar de speeltuin. Dat zilveren ding. Dat beweegt. Dat is er eentje. Wel wat klein voor een ruimtewezen. Pok heeft een stuk ruimteschip gevonden. Huh? Een foto genomen van een stuk ruimtepak. Wat was dat? Snel verstoppen! Hey, Sue. Elsie. Oh, hi, Zack. Ik dacht dat je uit de ruimte kwam. Ik heb een groot zilveren ruimteschip gezien. Waar? Waar zag je dat? Hij was net nog daar. Hé, hey, daar voelt Pok dat stukje van het ruimtepak. Cool. Hallo. Hoi, oom Xavier. Zoek je ook naar ruimtewezens? Zack en meneer Zoe hebben een ruimteschip gezien. Dat is geen echt ruimteschip, Sue. Hij ziet er misschien zo uit, maar het is eigenlijk een luchtballon. Hij is waarschijnlijk losgeraakt. En ik wil hem graag terug. Ik heb overal gezocht. We hoorden wel een soort woesgeluid, net als een ruimteschip. Ballonnen zeggen geen woes. Oh, maar misschien is hij lek dat de lucht eruit stroomt. Dat verklaart dat geluid. Maar, en dit dan? Dat is inderdaad een stukje van de ballon. Dus het is niet echt. Er zijn helemaal geen ruimtewezens. Nee, vandaag niet, Sue. Kijk, daar is hij. Daarboven. Mijn ballon. Mijn ballon. Hou mijn ballon tegen. Help. Help je, oom Xavier. Jongens, bedankt zeg. En voor jullie hulp nodig ik jullie uit voor de ballonnenshow. Ja! Kom eens dichterbij, jongens. Ik heb een verrassing. Hier zijn mijn vriendjes uit de ruimte. Hallo, ik ben Sue. Welkom op de aarde. Oh, kunnen ruimtewezens dansen? Hallo, Sue van de aarde. Ik ben... Wow. Tante Zelda. Wow. Sinia. We maken reclame voor de Zebra Ruimteclub. Wil jij daar niet bij? Oh ja. Ik ook. En ik... Nu zijn jullie alle drie ruimtezebra's. Ja! Hopelijk komen er ooit echte ruimtewezens. En als dat zo is, ben ik er klaar voor. Deze fantastische uitvinding gebruiken we nog altijd in ons dagelijks leven. Dat was het weer voor vandaag. Maar volgende week zijn we weer met een heel andere uitvinding. Graag tot ziens. Dat is het!
Steekonderdeel C in gat Q. Maar waar is Q? Oh, zou dit het zijn? Hoi allemaal, raad eens. Als ik later groot ben, word ik uitvinder. En dan ga ik allerlei dingen uitvinden om mensen te helpen. Oh, wat een briljant idee, Zoe. Stel je voor, zeg, een uitvinder in de familie. En ik heb nu al allemaal ideeën. Het enige is alleen, misschien kan iemand me een beetje helpen. Sorry, lieverd. Papa en ik kunnen niet helpen. We zijn dit theewagentje in elkaar aan het zetten. Wat dacht je, Zoe? Zal ik je komen helpen? Maar jij zou mij toch helpen, dacht ik? Met de kersenvlaai. Ja, dat is waar, maar Zoe heeft absoluut mijn technisch advies nodig. Dat bedoel je toch, Zoe? Ja, opa. In dat geval, vooruit dan maar. Maar straks wel komen thee drinken, dan is de taart nog warm. Oh, geen zorgen. Dan zijn we wel terug. Kijk, opa. Een vliegtuig zonder motor. Die vliegt op de wind, als een vogel. Dat is tegen de luchtvervuiling. Oh, maar dat is een super uitvinding, Zoe. Maar één klein dingetje. Deze uitvinding is al uitgevonden. Dat heet een zweefvliegtuig en inderdaad, die zweeft als een vogel. Oh. Doe niet opgeven, Zoe. Uitvinders zoeken eindeloos naar een goed idee. Jij zult ook wel iets bedenken. Hallo, mannen. Huh? Ik heb bij meneer Zoe een plant gekocht. Hebben jullie misschien een potje om hem in te planten? Oh, die heb ik vast wel ergens. Goed eens kijken. als ik aan mijn kant tenminste. Je hebt geluk, Omi. Hier, alsjeblieft. Oh, dank je. Graag gedaan, Omi. Kleine moeite. Och, fijn dat je hier was. Ik had zelf echt nooit bij die plank gekund. Opa, wat zijn dit voor veren? Die zaten ooit onder een bed. Mag ik ze lenen? Natuurlijk, jongen. Ik hoopte al dat ze ooit van pas zouden komen. En dat moment is nu. Bedankt, opa. Ja, dat gaat werken. Moet ik alleen nog één ding... Ik ben zo terug. Niet weggaan, opa. Oh, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig om te zien wat je hebt uitgevonden, hoor, Zoe. Maar dat zijn toch de sloffen van Omi, Zoe? Dat klopt. Ze moeten wel lekker zitten. Nou, opa, wat vind je van mijn uitvinding? Het is heel erg goed uitgevonden. Dit soort sloffen heb ik nog nooit gezien. Goed, hè? Het zijn ook geen gewone sloffen meer. Bedankt, Bok. Kom mee. Oh, binnen! Tadaa! Kijk, Omi. Ik heb deze speciaal voor jou uitgevonden. Met deze aan je voeten kun je zo hoog springen dat je alles kunt pakken, ook van de hoogste planken. Vind je ze niet geweldig? En met deze aan kun je supersnel naar meneer Zoe rennen. Ik noem mijn uitvinding stuitersloffen. Och, knul. Wat slim bedacht. Zo'n uitvinding verdient een kus. Ja, wij uitvinders bedenken echt van alles. Je gaat ze toch wel uitproberen? Misschien strakjes, Zoe. Och, wat zorg jij toch goed voor je oude Omi. Goed, ik zou ze goed bewaren. En als ik dan een keer wil stuiteren, dan heb ik zo mijn eigen stuiterslippers. Fijn dat je er blij mee bent. Kom mee, Pok. Gaan we wat anders uitvinden. Nou... Misschien kunnen we daar iets voor uitvinden. Dat is het.
Mag ik je boek misschien even lenen? Ja, natuurlijk, Zo, alsjeblieft. Zo, een auto-omslagboek. Wacht even, opa. Je moet hem wel aanzetten. Oh. Speciaal voor jou uitgevonden, opa. Hoe vind je hem? Dit is echt reuze handig, Zo. De blaadjes gingen wel erg snel, maar het is toch een super uitvinding. Ik ga leren snel lezen. Oh, wat fijn dat je er blij mee bent, opa. Ik ga kijken wie ik nog meer kan helpen. Tot later. Pap, je zou toch met mama die theewagen in elkaar zetten? Nou, dat was ook de bedoeling. Is het moeilijk? Ik wil je wel helpen, hoor. Oh, dat is lief, Zo, maar dat heeft echt geen zin. De wielen zaten niet in het bouwpakket. Oh. Wacht eens, pap. Ik kan je wel helpen. Haal hem nog niet uit elkaar. Ik ben echt zo weer terug. Oh. Opa, snel. Ik heb weer wat uitgevonden. Maar je moet me wel helpen. Geen probleem. Goed. Wat heb je bedacht, Zo? Pap moet toch dat theewagentje in elkaar zetten? Dat bouwpakket? Ja. Nou, er zitten geen wielen bij. Die hebben ze niet in de doos gestopt. Oh ja, dat is een beetje onhandig bij een theewagen. Maar dan vinden wij ze toch uit. Je wilt er nu dus wielen onder zetten, bedoel je? Ja, maar dat is nog niet alles, opa. Oh, wat nog meer dan? Ja. Goed, dit zijn de winkelwagenwielen. En dit is van mijn skelter, zie je? Daar kunnen we toch iets mee maken? Wat vind je ervan, opa? Ziet er goed uit. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien. Kom mee, aan de slag. Oh, mooi. Eindelijk hulp. Dank je, lieverd. Daar komen we voor, oma. Jullie twee, stop maar hoor. Wij fixen dat wel even. Jullie boeven willen ons toch niet weg hebben om alle taart alleen op te eten? Oma, net alsof we willen jullie helpen. Nou, graag, Zo. Ik ga even lekker zitten. Nooit gedacht deze nog eens te gebruiken. Maar je weet maar nooit wanneer iets nog van pas komt. Goed, deze doen we dan hier. Hier lijkt me veel beter hoor, opa. Oh ja, je hebt gelijk. Hier dus. Kan dat uitvinden misschien wat sneller? De taart wordt helemaal koud. We komen eraan, oma. Het is bijna klaar. Wauw. Oh, Zo. Kijk, nou toch. De thee is klaar. Hier gebracht door mijn topuitvinding. De afstandsbestuurbare theewagen. Wat een fantastische uitvinding, Zo. Nu hoef ik niet meer terug naar de winkel. Want wat ze daar verkopen, is niet half zo goed als deze. Wil je een kopje thee, oma? Oh, dank je, Zo. Mijn kleine lievelingsuitvindertje. Wil je nog een stukje fly, mam? Hoe raad je het zo? Wat ben je toch een slimmerd. Zo'n theewagentje was nou net wat ik nodig had. Goed gedaan, hoor, Zo. Het was me nooit gelukt zonder opa en Pop. Wie wil er nog een kopje thee? Ik! Wat is er, Pok? Kijk,
opa. Het sneeuwt niet meer. Mag ik nu buiten gaan spelen? Maar natuurlijk, Sue. Maar dan moet je hier wel lekker warm aankleden. Ja! Het is zo mooi buiten! Dat is grappig. Zo lijkt het net alsof ons huis van glazuur is. Ja, dat is waar. Het is net een taart. Ik zou hem zo opeten. Kijk, opa. Jouw voetafdrukken lijken supergroot naast de mijne. Oh, ja nou. Wij worden niet gauw door elkaar gehaald. En die daar? Van wie zouden die dan zijn? Geen idee. Ze zijn heel erg klein. Zullen we ze volgen? Oh, goed idee. Het spoor gaat niet meer verder. Wat? Pok, dus dat spoor was van jou. Volgens mij vindt Pok de sneeuw net zo leuk als jij. Zullen we nog meer voetafdrukken volgen? Oh, oké. Maar echte speurders hebben daar speciale apparatuur voor. Dus dat gaan we eerst ophalen. Ja, waar is mijn meetlint gebleven? Volgens mij had ik het hier neergelegd. Goed zo, Pok. Je hebt het meetlint. Oh. Volgens mij hebben we nu alles wel. Een meetlint, verrekijker, schrijfblok, potlood. Wat is dat voor boek? Dit is een echte dierenencyclopedie, Sue. Het zal ons helpen de diersporen te herkennen. Wat is dat een goed idee, opa? Wauw. Is dit een dier met drie poten? Dit is wel een heel merkwaardig spoor. Ik zal ze even opmeten. Ze zijn bijna net zo groot als mijn voeten. Maar opa, dit dier heeft nog een extra voet. Dat heb je goed gezien, Sue. Ik ga het opzoeken in de dierenencyclopedie. Die derde afdruk is wel heel erg klein. Ik kan geen dier met drie poten vinden. Hallo, jongens. Lekker aan het spelen? Oh ja, Omi. Tuurlijk. Dat ik dat niet door had. Het was geen derde poot. Het was Omi's wandelstok. En die staat denk ik niet in de encyclopedie. Oh, kijk. Pok heeft daar iets gevonden. Ze zijn net zo groot als mijn voeten. Maar wij zijn hier nog niet geweest. Benieuwd waar ze heen gaan. Kom op, opa. Van wie zou dat voetspoor zijn? Ik weet het. Elsie. Ze komt hier altijd door het hek heen. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik ga even kijken. Heel goed, Sue. Hoi, Elsie. Hallo, Sue. Ik heb je overal gezocht. Moet je mijn sneeuwpop zien? Wauw, hij is echt gaaf. Wat een prachtige sneeuwpop is dat. Heb je die helemaal zelf gemaakt? Mam heeft wel geholpen. Maar wat ben jij aan het doen? Opa en ik spelen spoorzoekertje. Wat is dat, Sue? We volgen de diersporen in de sneeuw om te kijken van welk dier ze zijn. En zo vonden we jou. Dat klinkt leuk, zeg. Mag ik ook mee sporen zoeken? Natuurlijk. Maar we hebben geen verse sporen meer. Laten we op straat gaan kijken. Daar vinden we vast wel iets, jongens. Kijk die dan. Wat een rare vorm. Welk dier heeft nou zulke grote poten? Tja, ik heb werkelijk geen flauw idee. Meet ze maar op. Wauw, wel twee keer zo groot als opa's voeten.
Dit moet wel een reus zijn. Zelfs berenpoten zijn niet zo groot als deze. Zullen we het spoor volgen? Ik wil weten van wie het is. Het gaat daarheen. Misschien heeft mevrouw Zolly iets gezien. Hallo, mevrouw Zolly. Hallo, jongens. We volgen dat spoor daar. Heeft u soms gezien van wie het is? Ja. Een minuutje geleden, ja. Echt waar? Hoe zag hij er precies uit? Nou, weet je, ik kon hem niet zo erg goed zien door de mist. Was hij groot? Ja, nou, met hele grote voeten. En hij had een heel raar loopje. Kunt u zich nog meer herinneren? Hij leek me heel sterk. En hij had overal lang wit haar. Oh. Ziezo, klaar. Ik weet wat het is. Ik heb het op tv gezien. Dat is de verschrikkelijke sneeuwman. De verschrikkelijke sneeuwman? We moeten hem vinden. Laten we verder gaan voordat het spoor helemaal verdwenen is. Dank u, mevrouw Zolly. Tot gauw. Dag. Oh, we zijn het spoor kwijt. Want de wind blaast de sneeuw eroverheen. Oh, nee. Hoe moeten we die verschrikkelijke sneeuwman nu vinden? Laten we maar doorlopen. Met een beetje geluk komen we het spoor weer tegen. Kijk, Elsie. Daar heb je het spoor weer. De verschrikkelijke sneeuwman is hier geweest. Zo te zien ging hij de winkel in. Hallo. Hallo. Wat doen jullie buiten in de kou? We zoeken de verschrikkelijke sneeuwman. Heeft u hem gezien? Oh, de verschrikkelijke sneeuwman? Hij ziet er zo uit. Nou, als ik hem had gezien, dan zou ik dat echt toch wel weten. Oh. Maar hij is hier wel binnen geweest, hoor. Ja, we zagen zijn spoor buiten. Dan is hij hier wel langs gelopen, maar hij is niet binnen geweest. Laten we maar weer gaan, jongens. Hij kan nog in de buurt zijn. Hoorden jullie dat? Was dat de verschrikkelijke sneeuwman? Mag ik de verrekijker even open? Daar! Hij is daar! Vlug! We moeten hem inhalen! Hier is de verschrikkelijke sneeuwman zeker binnen geweest. En wel meer dan één keer. Oh nee! De verschrikkelijke sneeuwman heeft meneer Zoe's winkel vernield. Sorry, ik ben daarnet gevallen. Alweer. Hallo, meneer Zoe. Hallo. Lopen met sneeuwschoenen is moeilijker dan je denkt. Wauw, dit lijkt echt heel veel op het spoor dat wij volgen. Ik heb mijn winkel nog niet eens op kunnen ruimen. Ik ben al de hele ochtend spullen aan het bezorgen. Echt waar? Bezorgt u de boodschappen ook thuis? Ja, door al die sneeuw kunnen veel mensen niet naar de winkel toe komen. Dat is waar ook. Heeft Omi haar melk al? Oh, zeker. Dank u. Dus u was de verschrikkelijke sneeuwman. Inderdaad. En weet je wat verschrikkelijke sneeuwmannen eten? Nee. Yoghurtijsjes en aardbeienroomijs. Yummy! Ik kan wel een verschrikkelijke sneeuwman op.
Oké, Zoe, een aardvarken? Een antilope? Nee, opa. Het moet een dier zijn dat zijn huisje altijd op zijn rug draagt. Die dieren zie je niet vaak. Oeh, ik weet de goeie. Probeer maar te raden wat het is. Oh, even kijken. Hij heeft 4 poten en... een landschildpad. Goed gedaan, opa. Hoi, Zoe. Oh, wat is dat? Dat is mijn landschildpad. Ik laat opa het dier zien dat ik heb gekozen voor onze schoolopdracht. Oh, ik heb ook een landschildpad. Ik ga er eentje schilderen. Ik wil niet hetzelfde dier gebruiken als jij. Maar Zoe, mij maakt het echt niks uit, hoor. Weet ik wel, Elsie. Maar ik bedenk wel iets anders, hoor. Tja, ik moet nog wat dingen doen. Ik zie je straks. Tot straks, Elsie. Oh, wat moet ik nu doen? Ik ga naar binnen toe. Ik moet denken. Kom op, Sue. Je bedenkt vast wel een ander grappig dier voor je schoolopdracht. Wat dacht je van een moeraschildpad? Dat doet Zek al. Hij heeft er een thuis. Ja, ja. Maar wat is het verschil tussen een landschildpad en een moeraschildpad? Een moeraschildpad leeft op het land en in het water. Maar een landschildpad leeft alleen op het land. Oh, maar we kunnen toch nog wel iets anders bedenken. Mieren. Oh, nee, die wonen in een mierenhoop. Dom van me. Bijen. Nee, die wonen in een korf. Nu weet ik het. Slakken! Opa, wat goed, slakken. Die dragen hun huisjes op hun rug. We gaan er eens zoeken in de tuin. Kan er geen vinden. Zijn ze verlegen? Ik weet precies waar ze zijn. Kom op, Sue. Ah, oh, ze zitten meestal hier. Oh, ik weet al waar ze zijn. Waar, opa? Waar? Loop maar mee. Daar, waar ze niet horen te zitten. Oh, kijk, daar zit er een. Oh, wat een grote. Dat snap ik, ja. Hij eet al mijn bloemen op als ontbijt. Hij heeft een mooi huisje. Een slak is een heel bijzonder diertje. Hij draagt zijn huisje op zijn rug. Dit wordt de gaafste schoolopdracht ooit. Hoi, Sue. Hoi, opa. Hallo, Zinnia. Hoi. We waren even in de buurt. Ja, kijk wat ik heb gekregen. Ik ga een slak van mozaïek maken voor onze schoolopdracht. Maak jij een slak? Ja, Zinnia is zo slim. Ze heeft die slak helemaal zelf bedacht. Ja. Maar ik wou een slak doen. Jij kunt ook een slak doen. Laat maar zitten, Zinnia. Ik doe wel iets anders. Nou, dan gaan we maar. Zinnia moet nodig gaan beginnen aan haar mozaïek. Veel succes met de opdracht, Sue. Tot later. Dag. Het enige andere dier dat ik kan bedenken is een zeeschildpad. En die leeft in de zee. Misschien zien we er een op het strand. Kom op, Sue, laten we gaan kijken. En als we er geen vinden, gaan we gewoon mooie schelpjes zoeken voor je mama. Oké, opa. Mama is dol op schelpen. Ik zie er geen zeeschildpadden. Wie weet, misschien komt er straks nog eentje langs. Even in het poeltje kijken. Misschien zit er daar eentje verstopt. Heel veel diertjes, maar geen zeeschildpad. Oh ja, een zeepaardje, een zeester, kleine schelpdiertjes. Ze zijn heel erg leuk, maar ik wou dat er eentje zijn huis op zijn rug droeg. Dan kan mijn opdracht daarover gaan. Wordt het toch maar de landschildpad. Ik teken er wel eentje na van een plaatje. Hoe,
Ga je mijn schelpen zoeken, opa? Goed idee, Zoe. Jij zoekt schelpen voor mama, dan zoek ik ze voor in de tuin. Oké, daar liggen hele grote. Oh. Opa, ik ben een krab. Ja, ik ook. Kijk, opa. Deze vindt mam van supermooi. Oh, ja. Zullen we eerst even pootje gaan baren? Goed idee. Die schelpen blijven wel liggen. Het is koud. Pok wil liever geen natte pootjes. Zullen we de schelpen pakken? Dan kan ik mijn opdracht thuis afmaken. Goed idee, Zo. Oh, kijk. Oh, waar is die rood met blauwe schelp gebleven? Iemand heeft hem meegenomen. Maar er is hier verder niemand. Daar is hij. Misschien was het een zeemeeuw. Oh, ja, dat zou kunnen, Zoe. Nou bewoog hij weer. Deed jij dat, Pok? Nu beweegt die andere ook. Hé, hey, kom terug, schelp. Ik zal je heus geen pijn doen. Ha, oh, kijk, opa. Die schelp heeft pootjes. Maar nu begrijp ik het. Volgens mij is dat een hermietkreeft. Ze verhuizen naar een nieuwe schelp als ze te groot worden voor de oude. Hij is op zoek naar een nieuw huis. Hij draagt zijn huisje op zijn rug. Dus ik kan voor mijn opdracht over de hermietkreeft schrijven. Goed idee, Zoe. Ja, coole kreeft. Kijk, hij vindt zijn oude huis mooier. Tja, een nieuw huis uitkiezen is een hele grote stap. Ja, hij wil er een die bij hem past. En hij heeft hem gevonden. Hij kijkt nog even of hij goed past. Dit is briljant. Niemand anders op school schrijft over een hermietkreeften voor zijn opdracht. Veel beter dan slakken, of zeeschildpadden, of landschildpadden, of moerasschildpadden. Dit is gaaf. Dag, hermietkreeft. Dank je wel voor je hulp bij mijn opdracht. Zullen we de schelpen mee naar huis nemen? Ja, maar ik moet eerst iets doen. Dit is voor wanneer de hermietkreeft weer te groot wordt voor zijn schelp. Je bent een slimme jongen, Zoe. Kom je mee? Tijd om terug te gaan naar onze eigen schelp. Hallo, jongens. Bedankt voor de schelpen, Bizou. Ze zijn prachtig. Heel mooi voor in de badkamer. Ik ga wat van die kleintjes bij mijn planten leggen. Wat vind jij, Zoe? De hermietkreeft draagt zijn huisje op zijn rug. Zoe? Oh, sorry, opa. Ik was druk met mijn opdracht. Weet je, opa, ik ben blij dat wij ons huis niet op onze rug hoeven te dragen. Oh, ja. Ik ook, Zoe. Ik ook. Lekker weer om te tuinieren, Zoe. Ja,
Ik hark dit nog even aan. Opa, wat is dit? Hé, krijg nou wat. Dit is een tijdcapsule, Zoe. Je verzamelt wat verschillende dingen uit je leven en die stop je in een blik. En dan later kunnen anderen zien hoe het leven was toen ik het in de grond stopte. Ik maakte hem op de eerste dag toen ik in dit huis kwam wonen. Dan is het al heel oud. Ik moet het slot openbreken. Kom mee, Zoe. Nou toch eens, ansichtkaarten. Die verzamelde ik toen. Oh, en potloden en pennen. Dit is mijn oude schooldas. Oh, en wat hebben we hier? Dat is mijn schoolrapport. Oh, en dit hier is Sepp. Hij was mijn favoriete speelgoed. Mijn favoriete speelgoed heet ook Sepp, opa. Opa? Ik wil ook een tijdcapsule maken. Dat is een superleuk idee, Zoe. En wat ga jij erin stoppen? Weet ik niet. Hoe wist je wat er in die van jou moest? Omi heeft me geholpen. We vragen het aan haar. Oké, opa. Luister eens naar me, Zoe. Het is jouw tijdcapsule, dus je stopt er dingen in die voor jou belangrijk zijn. Zoals een foto. Goed idee, Omi. Ik vraag het aan mam. Ik wil een foto van ons allemaal. Wat leuk, Zoe. Tot straks, Omi. Mam, ik heb maar één foto nodig. Ja, maar dan wel een mooie. Oh, die heeft Xavier gemaakt met zijn nieuwe camera. Ja, die mag er wel in. Maar ik heb ook nog andere dingen nodig. Je kunt er ook een plukje haar in doen, lieverd. Eeuw. Of wat dacht je van een boek of speelgoed? Ja, dat is een goed idee, pap. Kom mee, Pok. Help jij me iets uitzoeken? Ik zou ook mijn Sepp erin kunnen stoppen. Wat denk jij, Pok? Oké, Pok. Eén veertje van jou mag wel mee in de tijdcapsule. Mijn schoolrapport kan erin. 10, 10 plus, 10 plus, 10. En mijn dinosaurus kan mee. En deze buttons uit mijn verzameling. Wat nog meer, Pok? Ik ga maar eens naar de tuin. Even nadenken. Zo! Zo! Oh, sorry, Elsie. Ik zat net te bedenken wat ik in mijn tijdcapsule kan stoppen. Je tijdcapsule? Wat is dat? Dat is wanneer je spullen van nu uit je leven pakt. En die in een blik doet. Zodat mensen in de toekomst kunnen zien hoe het leven nu is. Oh, wat een leuk idee. Misschien kun je een foto van je familie in doen. Die zit er al in. Of speelgoed. Dinosaurus zit er al in. En Sepp. Maar Sepp is je lievelings. Weet ik. Maar het is mijn tijdcapsule. Misschien je hoefafdruk. Oh ja, dat is een leuk idee. Bedankt, Elsie. Opa kan me wel helpen. Ik zie je straks. Tot straks, Zoe. We gebruiken deze verf voor de afdrukken, Zoe. Die was je er zo weer af. Dat kriebelt. Oké, Zoe. Druk nu je hoefjes op het papier.
Pok, nu is het jouw beurt. Hij is echt mooi, opa. En dit hier is perfect voor je tijdcapsule, jongen. En er zit ook een slot op. Bedankt, opa. Ik weet niet zeker of ik Zep erin stop. Hij is mijn favoriete speelgoed. Maar jij deed ook je favoriete speelgoed in de tijdcapsule, opa. Dat klopt, Sue. Maar dat betekent nog niet dat jij het ook moet doen. Nee, het is goed. Zep kan erin. Ja, weet je het zeker? Dan kunnen we straks samen de tijdcapsule in de tuin begraven. Goed idee, opa. Ik vertel het aan mam en pap. Mam, pap. Opa en ik gaan straks mijn tijdcapsule in de tuin begraven. Wat een leuk idee, Bizoe. Ik ga opa helpen om het gat te graven. Ik zie jullie in de tuin. We komen er zo aan, Zoe. Als jij Elsie gaat halen, Zoe, dan begin ik alvast met graven. Elsie komt zeker kijken. Oké, opa. Elsie, we gaan hem nu begraven. Kom je ook? Tuurlijk, Zoe. Ik kom al. Dit is een mooie plek, Zoe. Ik graaf nog iets dieper. Oké, opa. Dan kijk ik voor de laatste keer in mijn kistje. Dag, Zep. Dag, dinosaurus. Maar je hoeft je speelgoed er toch niet in te doen, Zoe? Nee, maar ik wil het zelf. Het is alleen... Ben je zover, Zoe? Of hebben we misschien al iets gemist? Nee, pap. We zijn bijna klaar. Ik laat Zep erin en haal dinosaurus eruit. Dat lijkt me een heel goed idee, Zoe. Wacht even. Of misschien toch, Zep eruit en Dio erin. Ja, dat is het. Ik ben zover, opa. Bijna klaar, Zoe. Bedankt dat jullie er allemaal zijn. Ik... Wat is er aan de hand? Ik wil Dino en Zep houden, maar ik wil ze ook in mijn tijdcapsule stoppen. Oh, dat lijkt me een beetje lastig, lieverd. Wacht, ik heb een idee, Zoe. Hou je Dino eens vast. Blijven staan. En nu eentje met Zep. Perfect. Wat een goed idee! Nu kunnen deze foto's in de tijdcapsule en kun je Zep en Dino toch zelf houden. Wat heb je toch een slimme vader, Bizoe? Ja. Ik ben er klaar voor. Oké, Zoe. Bedacht. Ik doe mijn speelgoed in de tijdcapsule en hou de foto's. Weet je dat zeker, Zoe? Ja. Ik wil dat degene die het vindt met mijn speelgoed kan spelen. Dat is goed, Zoe. Als jij dat wilt. Ja, mam. Bedankt dat jullie er zijn bij het begraven van mijn tijdcapsule. Kijk, zo onthoud ik waar die ligt. Ja, en voor het geval je je weer bedenkt en hem weer op wilt graven, heb ik in deze zak van mijn tuinbroek de sleutel. Of misschien in deze zak. Of in deze, of... Ik maak maar een grapje. Hier is hij. Opa.